Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Harry Potter Generations met niemand minder dan Mike van Rusty Rondje. Ja, oh, ik word betrapt! Ja, maak hem af! Verder kadabra! Oké, ik ging er dus niet vanuit dat ze hier zouden rondsliepen. Ik loop die trap af en ik hoor meteen iemand schreeuwen Locomotor Mortis. Ja, ik snap het wel. Oh, dat is fijn. Ze hebben mij maar gewoon bij de deur neergezet. De gunst! Ja, hoe durven ze de auto zo te stelen? Ja, ik kan het er niet. Oh, wacht, maar nu moet ik buiten nog... Ik neem gewoon een domweg. Hé, hey Harry, wil jij ruilen? Ik heb nu geen tijd om te ruilen, joh. Oh, daar is Hagrid. Dan vaar ik naar op Hagrid. Oh, maar... Wat gebeurt hier? Nee, die glijdt... Kippie, kippie. Harry. Rennen. Gewoon rennen. Run! Sprinten gewoon. Niet sprinten. Ah, jawel, joh. Gewoon rennen voor je leven. Doe rustig aan. Nee, zeker niet. Je mag er wel in mijn naam zitten, rondje. Rustig, maar... Nee, je zak aan doen hier. Jij bent zo'n funny guy. Ja. Ach, het beledigt mij gewoon. Hij zegt, Harry, ben jij dat? Ja. Alsof hij mij gewoon niet meer herkent. Hij is blind. Ja. Hey, Rusty, wil je ruilen? Nee, dankjewel. Oké. Ja, succes, hè? Er zijn hier van die bitta's. Ja. Dan zijn er nog twee ook, hè? Ja. Run! Gelukt. Zo, hè, dat gesprek met Hagrid is eigenlijk voorbij. Jezus Christus. Hagrid wil gewoon lekker met jou praten. Ja. En dat kan, maar dat is wel een heel levensverhaal. Oh, nee. Ik kan je stream niet meer zien, hè? Nu wel. Oh nee, er zijn hier buiten ook bitta's. Nee. Ja, buiten zijn ze ook, ja. Locomotor Mortis. Nee, niet Locomotor Mortis, nee. They got you. Hoezo zijn er buiten nou weer van die loser boys? Ze hebben sowieso een PlayStation 5 thuis. Oké, dat is beledigend. Ja, dat zijn loser boys dus. Oh. Oké, Hagrid, ik volg jou gewoon, hè. Behalve nu. Nee, hier is niks. Oké, Hagrid, ik kom al. Hagrid? Oh jee. De camera werkt niet mee. Goed zo. Harry, mik even op de goede, alsjeblieft. Oké, dat doe eerst. Dat is incendio, dus de verkeerde. Ja, we moeten ze ook in de fik steken daarna, maar... Yo, harige Ingrid. Ben jij dat, Harry? Harige Ingrid. Ik wil gaan. Oké. Okay. Oh, ik moet er even wennen aan de controls, hoor. Ik zit de hele tijd incendio te spammen terwijl ik Flipendo moet hebben. Ik zou nog heel eventjes oefenen als ik jou was. Ja, doe maar deze aflevering even oefenen. Ja, te laat, want ik ben er al doorheen. Doei! Kan een weerwolf een eenhoorn? Oh ja, ik heb sowieso Lumos nodig. Een eenhoorn vang je niet zomaar. Het zijn machtige magische. Oké, geef me eens de Lumos voordat we hem met z'n allen gaan aanvallen. En als wat die eenhoorn heeft aangevallen ons nou eerst vindt. Niks in dat bos kan jullie wat. Kunnen we gewoon even doorgaan, jongens en meisjes? Want dit duurt allemaal een beetje lang, al die tekst. We don't like tekst. Ja, terug jij. Jij ook. Ah, foei, bubber. Hij mij niet aanvallen in de rug. Love farts. Een lekker hondje. Maak hem af. Nou. Eet hem helemaal op. Maak hem kaparing. Helemaal kaparing. Af. Terug. Terug. Zei ik. Die hondjes vinden jou lekker om op te eten. Ja, ze zijn mijn grote vrienden geworden, joh. Hey. Ik deel Lumos, joh. Wat die man. Hier komen dan Lafat. Ah, terug, ja. Dat dacht ik dus ook. Oh jee.
Terug, jij ook. Ja, bijna. Bijna. Ja, tuurlijk, joh. Val maar aan als mijn rug naar je toe staat, joh. Oh jee, ik heb nog maar één litteken. Die gaat niet goed. Maak hem af! Oh. We willen Lumos. Dank u, dank u. Kom maar hierheen. Ik moet alleen jou nog, dus... goed zo. En ik leef nog, tot mijn grote verbazing. Lumos! Nee, dat is iets en die moet niet hebben. Die en dan deze. Lumos! Oh, niet verbranden. Zo. En kruip. Lumos. En ik ben nu helemaal verdwaald. Oh, Lumos. Ik heb het ingrediënt. Dat heb je goed gedaan. En een kist. Lumos. Met daarin één toevenaarskaart. Lumos. En die heb ik nou twee. Ja, daar kan ik wel iets mee. Hey, dat is leuk voor Leo Bedina's Metwijk. Dat ik daar kaart heb. Lumos. Auw, leave Britney alone. Lumos. Oké, wat gebeurt hier? Ik kom aangelopen en ineens gebeurt er iets. Oh, ineens ligt er een eenhoorn dood. Ja, dat heb jij gedaan. Lumos. Op naar Azkaban. Ja. Lumos. Ik heb hem gezien. Dat was eng. Natuurlijk niet, Hagrid. Auw, vuile, vieze tyfushond. Lumos! Ja, ze vallen je graag in de rug aan. Lumos! Lumos! Auw. Lumos! Lekkering. Zo, terug naar Zwijnstein. Doe dat maar eens. Ja, Hagrid, neem mij gewoon mee. Een gunst is die Hagrid toch, hè? Zo'n aardige man. Loser boy. Ai, ai, ai. Wordt hij meteen uitgemaakt voor loser boy? Dat had hij toen niet verdiend. Jawel. Ik heb zo'n ingrediënt. Oké, ineens heeft Ron een heel levensverhaal van... Ik bedoel dat je weet wel in het bos was. Ik heb hem niet eens iets verteld. Een tovenaarskaart. Een tovenaarskaart. Nee, Ron, die heb ik niet. Jij moet ik trouwens ook nog hebben. Waar kwam die eenhoorn nou opeens vandaan? Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Oh, die is eng. Ja. Ik ben Voldemort. Daar ben ik het over. Jee, vind ik niet. Gaat het een beetje, Harry? Gaat het een beetje, Harry? De eenhoorn is dood, Hagrid. Op naar toverdranken. Wat was dat voor iets? Toverdranken zijn op. Wezen. O jee, nieuwe kopen. Nieuwe kopen. Nieuwe kopen en een nieuwe maken. Blijf je leven, zelfs als je bijna dood bent. Maar tegen een vreselijke... Kom, Ron, we hebben haast. Je hebt iets reins. We moeten doorlopen, we moeten voorsprong uitbouwen op Milan. Dus heb doorlopen. Leid je nog maar een half leven. Heb drap weg mee. Als die jarige Ingrid nou eens een keer zijn bek dicht houdt. Kun jij niemand bedenken? Ja, dat doet nu gelijk eens dat hij klaar is. Kolder, als je het mij vraagt. Hij was niet genoeg mens meer om dood te gaan.
Wil je soms zeggen... Wil je soms zeggen dat die eenhoorn dat die eenhoorn doodde? Dat zijn bloed dronk. Was dat Voldemort? Ja, dat was chef Aldi. Kom op, we gaan. Leave Harry alone, Hagrid. Op naar de kijkers. Kom Ron, we hebben nog meer te doen vandaag. Oké, ineens is Hermeline er ook. Oké, gezellig. Ja, weet je wat Hermeline wil? De lessen volgen? Ruilen. Ja. Oh, die had ik ook kunnen weten. Dat je weet wel, buiten in het bos rondhangt? Ja, maar hij is zwak. Hij leeft van de eenhoorns. Ja, maar hij is zwak. Je bent zelf zwak. Het tegengif voor gewone gif. Dat hij gisteravond al gedaan als hij de kans had gekregen. En dan te bedenken dat ik me zorgen maakte over de Oh, nee! We moeten liggen een tegengif voor gewone vergiftigingen te maken. Ik mag gaan zwerkballen tegen zwadderig. Leuk. Niet leuk? Ja. Hoe lang is deze game nog? Ja, die is niet lang meer. Nee? Nee. Dan gaan we nu pas zwerkballen. Ja. Wee. Ja, maar het is alleen tegen de wedstrijd tegen Zwadderig. Aha. Hey Harry, wil jij ruilen? Nee, Harry wil niet met jou ruilen. Harry wil dat je doodgaat. Flesje aanvullen, dan hebben we die ook bij je voor het geval dat. Verweer tegen de Black Kunsten. Zo, en nu op naar het zwerkbalveld. Nou, blijf, doe maar even rustig aan. Nee, want ik moet mijn Nimbus equippen, want die heb ik nodig. Hoezo was het eng dat Snape toverdranken geeft? Nou ja, Snape is best wel een enge meneer. Ja. Ja, Melina, als je dat moet gaan doen, dan gaat er inderdaad iets niet helemaal goed. Ja joh, tegen jou wil ik best ruilen, vriend. Hey Harry, wil jij ruilen? Kijk, want ik heb één dubbele, maar ik weet alleen niet meer welk nummer het is. Ja, ik op dubbel. Ah, is een nummertje 70. Oh, de uitvinder van de gouden snaar heb ik nu. Je hebt alle ingrediënten voor het tegengif voor gewone vergiftigingen verzameld. Het tegengif voor gewone vergiftigingen zit in die Hop, naar zwerkbal. Ron, loop door. Je kunt je toverdrankflesje vullen wanneer je wilt. Ron, doe me even rustig aan. Tackle Harry. Zwerkbal tegen Harry vandaag. Tjoh, joh. Ja, Ron, als je toch bezig bent, tackle meteen ook even andere Harry. Nee. Mag een klein potje zwerkbal geen... En we gaan vliegen. Al is het tegen mijn jongens. Do be flying. Ja, dit stuk komt mij wel heel bekend voor. Ja. Lumos. Zit hij met zijn lampje? Mooi lampje. Laat me van die bezem afstappen. Dank je. Oh, dat is echt exact hetzelfde stuk van WK's werkbal. Ja. Weet je wat eng is? Daarom zei ik al, ik kom zo bekend voor hier. Zwerkbal tegen Zwadderig, hè? Als we zo, winnen, tijd voor zwerkbal. Aan de grijns van een smoel. Als we jou maar niet hoeven op te vegen, Harry. Kom, Harry, volg. Ja, zie je, speelt één wedstrijd zwerkbal. Wat een bullshit. Ja. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen, zegt die Leo Daan. Leugens. Maar het is ook de eerste. Oh, Harry, ga niet die pose! Ja, ik neem een voorsprong. Ik vlieg vol tegen dat ding aan, joh. Lekker, man. Nou, ja, dood. Ik ben gewoon van mijn bezem afgevallen. Ah, loserboy! Defendo! Flipendo! Nou. Ah, dat verklaart een hoop. Je gaat sneller als je zo'n ring raakt. Het ging te langzaam, daarom vlieg ik van die bezem af. Je moet op een slow-me pants. Ah joh, ik wil zeggen, daar ga ik alweer.
Oh, wat doet hij? Hij maakt een rondje. Ja, er zit een berg hier tussen waar je naartoe kan vliegen. Hoe stap ik af? Zo? Nee, je moet dichter op de grond zitten. Wat een bullshit. Oké. Okay. Je gaat de snaar niet pakken. Jawel. Ik ben keigoed aan, aan het vliegen. Peer, ik ga hem pakken. Of ik val van de bezem af. Wat ben jij van de twee. Een vuile bitta. Oh, nou ben ik deze vuile bitta. Zwadderich tegen Grimdor. Oh, ik mag weer vliegen, oké. Ik val van je bezem af. Score, Kijk uit, Potter! Nou, op tijd is alweer de derde cutscene geactiveerd. Emily, schiet op, duurt lang! Kijk uit, Potter! Ja, goed zo, zeker de mantel van Sneembaar in de fik. Lekker man. Lekker warm. Ja. En de surf wordt gepast. Oh, en ik mag weer vliegen. Potter moet uitkijken waar hij heen vliegt. Ik weet niet waar Harry mee bezig is, maar het lijkt erop of hij zijn bezem niet meer onder controle kan houden. Misschien is er iets stuk gegaan toen Hawk hem tegenhield. Nee, een bezem kan alleen beschadigd worden. Ja, ik neem de voorsprong op, weet ik veel wie wat gebeurt niet zo Hoeveel cutscenes heb je in dit, man? Holy shit. Oh, nou ga ik op mijn back. Kijk, ik heb de gouden smiecht. Een beetje jammer dit. Ja, joh. Hij weet niet meer hoe die moet vliegen. Wat doe jij nou? Ja, hij deed een of andere wheelie deed die op zijn bezem. Ja. Nou, ik wil zeggen, jij hebt in deze serie al vreemdere dingen voor elkaar gekregen, dus sta niet raar te kijken. Ik kon die tackle helemaal niet voelen. Potter moet uitkijken waar die heen vliegt. Ja, Hamlin, we weten ondertussen wel dat jij een boekenworm bent. Oké, ik moet naar Perky. Wat ga je met Perky doen? Nee, dat wil de game. Ik moet naar Perky. Oh, ik mag niet vliegen omdat Weebledee en Weebleda mee zijn. Niet Weebledee en Weebleda. Ja. Wat moeten we doen? Laat mij maar. Nee, daarom mag ik niet vliegen, omdat Ron en Hamlin mee zijn. Oh, wat een geweldige redding. Dan gaan we gewoon lopen! Yo! Oh, tijd is op, maar wacht, ik zit midden in mijn battle, in mijn ding. Dan maakt de wedstrijd best even af, joh. Ja, je kan hem moeilijk even stopzetten, ja. Die wedstrijd. Game dan vast gaan. Incendio! Dat had ik net ook. Dan had je het idee van, de game is vastgelopen. En ineens heb je Hermelien. Incendio! Au! Oké, ineens stonden ze die pose allebei. Waar moet ik heen? Hij heeft de boel weer onder controle. Oh, nog meer! Docentenkamer op de begaande grond. Waar is de docentenkamer? Ik hoop dat je die niet gaat vinden. Ik heb hem al gevonden. Jammer. Oh, hi Snape. Dat is
nou vervelend. Ach, dat is nou vervelend. Helemaal niet vervelend. Ja. Hij heeft de snaai. Ja, is hij weg? Oké, doei, Snipe. Lekker, Harry. Yeah. Zo, die kop ook meteen. Helemaal blij dat hij is, hè? Zeker. Zeker. Net als ik ben ook heel blij. Nou, mooi. Goed gedaan, Harry. Goed gedaan, Harry. Harry, ja. Het komt door Snape. Hermeline en ik zagen hem. Hij behekste je bezem stil. Hij mompelde iets. Nee, zeker. Ik heb nog even de puntenceremonie en dan zit ik ook weer in de leerlingenkamer. Ik heb alles over gelezen. We moeten naar Perkamentus. Dan beëindigen we de aflevering. Kom op, Harry, we moeten gaan. Ik loop nog even totdat jouw cutscene voorbij ja, is. Ja, hij is helemaal goed. Ik hou het in de gaten, hoor. Dus, ik wil zeggen, want bij jouw puntentelling zit in de lucht, dus... Oh ja. Oké, ik ben nu onderweg naar de leerlingenkamer. Kom op. En stop! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.